Vrouw de Jong, Beur! Buri! Vrouw. Waarmee ben je bezig? Buurman, ik ben bezig in mijn tuin. En wanneer ik zo bezig ben, dan hoor ik niks toe en dan ben ik echt gefocust. Hé, hey, saaf, vrouw, zo mooi. Ik zie tijerblad, kool. Kool en groetje toe. Mm-hmm. Kijk, tomaten. Soep. Ja. Hoe lang ben je bezig? Ik ben al een tijdje bezig zelf te planten hoor. En het bespaart ook heel veel op mijn inkomen toch. Okay. En een paar van die plantjes heb ik van het Prani Ujjari project van de First Lady gekregen. Gekregen? Mm-hmm. Wie kreeg nou? Maar zijn dat Prani Ujjari? De First Lady heeft laat samen met de president, het ministerie van RVV en het ministerie van RO het project Prani Ujjari gelanceerd op de verjaardag van de president. Hij was die dag 64 jaar geworden, dus ze hebben 64 gezinnen in de omgeving van Livorno en Helena Christina plantjes gegeven om ze te stimuleren zelf te gaan planten. Dus de president praat er toch altijd over dat men meer moet gaan planten. Nu helpt hij zelf samen met LVV. Je kreeg onder andere bredeboom en tijerbladplantjes en cassavestokken. Hé, hey, zang zo'n mooi project. Mm-hmm. Maar ik wil ook planten bij mijn planten, mevrouw. Hoe heet dat project weer? Prani Ujjari. Bij LVV kan je informatie en hulp inwinnen. Buur, maar ik wil wel, boy. Maar erf is niet zo groot van mijn prani. Nou, Spanje, erf hoef je geen groot erf te hebben. Goh, begin. Ik wil drie tellen, want je hebt een dag dat je met mijn knapina alleen. Kom. Laten we hier staan. Mm-hmm. Je hoeft geen groot erf te hebben, buurman. Mm-hmm. Begin alvast een deel van je erf om te spitten. Ook al is het maar een klein stukje. Hé, hey, weet je wat, buurvrouw? Nono, dus naar LVV kan ik gewoon gaan. Ja. En dan zeggen dat ik een moestuintje wil beginnen. Buur, zij rekenen staan. Nono, dan ben ik wel LVV. Wacht. Prani Ujjari. Nog een prant af, mijn Ujjari.